Livia is de dood ingepest. Katwijk blundert met asbestontruiming. En grote zoekactie naar vermiste Zoetermeerse vrouw. Dit is het TV West Nieuws van maandag 7 mei. Dag dames en heren. Livia is de dood ingepest. Dat zeggen de ouders van het meisje uit Pijnakker dat eind maart zelfmoord pleegde. Haar dood zorgde voor veel beroering en er kwamen verschillende geruchten op gang. Vanwege die geruchten willen de ouders nu hun verhaal doen. Een vrolijk meisje dat altijd lachte, maar daarachter een wereld van verdriet. Zo omschrijven de ouders van Livia hun dochter. Na haar dood werd gezegd dat het meisje op een bangalijst zou hebben gestaan en daarom zelfmoord had gepleegd. Niets van waar, zeggen haar ouders. Ik denk dat ze het niet eens gekend heeft, omdat die dus maandags bij RTL 4 in het nieuws gekomen is, waar zij niet naar kijkt of keek. En woensdag heeft zij dan zichzelf van het leven beroofd. En in die tussentijd heeft zij volgens mij de bangalijst nooit gehoord. Dus ik denk dat zij van het heel bestaan van die bangalijst niks af weet. Haar ouders vertellen dat hun dochter maandenlang op school werd gepest. Ook op de avond voor haar dood ging het daarover. Ik liep naar boven toe en ze stond dus echt voor de spiegel. Stond ze echt zo de tranen af te vegen. Ik zeg tegen haar, wat is er dan, meisje? Toen zei ze, niks, mam. Ik zei, ja, er is wel wat. Zei ze, mam, ze zegt, ik word weer zo gepest en geplaagd. En ze schelde me uit. In afscheidsbrieven van Livia heeft het meisje verteld waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. De pesterij op school kon ze uiteindelijk niet meer aan. De een kan daar wel mee omgaan. Nou, Livia kon waarschijnlijk daar niet mee omgaan. En zij had zoiets van, nou ja, als dat zo moet, dat ik zo gepest word en alles, dan hoeft het leven van mij niet meer. Dan ga ik liever weg waar ik geen pijn en geen verdriet meer heeft. Dat is wat zij op het laatst geloofde. Want ja, omdat wij gelovig zijn ook natuurlijk. Zij heeft haar troost bij de Vader boven. En daar had zij zoiets van, daar heb ik geen pijn en geen verdriet meer. Daar kunnen ze me niks meer aandoen. Op de aarde wel, boven niet meer. Door de zelfverkozen dood van het meisje laat ze ondanks haar afscheidsbrieven haar ouders met vragen achter. Ja, ik denk dat iedereen heeft dat, denk ik. Je denkt altijd van, allemaal wel eens van, had ik niet dit of had ik niet dat. Maar als je gewoon realistisch achterom gaat kijken, en dat klinkt misschien heel, heel raar wat ik zeg, maar als je gewoon echt realistisch achterom gaat kijken, dan weten wij van onszelf dat we altijd open hebben gestaan naar de kinderen toe voor hun problemen. Als er iets was, kunnen ze altijd bij ons terecht. We hebben nooit een blokkade opgeworpen. Ja, toch heb je als ouder zoiets van, ja, had ik niet misschien dit moeten zien of had ik dat moeten zien. Maar ze heeft het gewoon heel goed gecamoufleerd. Ja, niemand heeft het gezien. Zelfs de professionele hulpverlening. Ook niet. Die dachten dat ze uitbehandeld was, dat het goed was met haar. Het ging weer een stuk beter. Zelfs de cijfers op school werden beter. Alles ging weer, ja, zeg maar, een stijgende lijn zat er weer in. Ja, en dan ineens boom, afgelopen. Ja. Livia is 13 jaar oud geworden. De gemeente Katwijk heeft geblunderd bij de aanpak van asbestvervuiling in Valkenburg. Dat zeggen mensen die afgelopen weekend hals over kop opnieuw geëvacueerd werden. In Valkenburg brandde anderhalve week geleden een loods van een garagebedrijf af waarbij asbest vrij kwam. Omwonenden werden geëvacueerd, maar mochten vrij snel weer naar huis. En dat blijkt achteraf totaal onverantwoord. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er nog steeds gevaarlijke concentraties asbest in de omgeving aanwezig zijn. De gemeente besloot daarom de bewoners van 15 woonaken gisteravond in allerijl te evacueren. Een deel van hen verbleef vannacht in bungalows op recreatiecentrum Noordduinen in Katwijk. De kinderen, ze hebben een week vakantie gehad. Nou, ze zijn aan het spelen. Jongens, binnen de linten blijven. Maar alles is vervuild. Nou, als je erover nadenkt, ja, dan raak ik wel emotioneel. Ja, dat vind ik. Zo ga je niet met je burgers om. Dat vind ik echt erg. Ja.
Na de brand, anderhalve week geleden, heeft de gemeente geen maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. De loco-burgemeester erkent dat de gemeente steken heeft laten vallen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen, ook qua communicatie van de gemeente en hoe de zaak is aangepakt. Ik kan mij voorstellen dat mensen denken van, goh gemeente, dat had toch wel even wat beter gekund. Vanochtend is begonnen met het asbest vrijmaken van het gebied. De bekende mannen in witte pakken zijn eerst bezig met het dak van de afgebrande loods. Terwijl de gemeente zei dat het veilig was, zijn wij teruggegaan. We hebben daar gezeten, we hebben daar in de tuin gezeten. En ondertussen is die asbest gewoon doorgedwarreld. Dus over 20 jaar zien wij de resultaten pas. En dan is het waarschijnlijk een beetje laat om nog aan de gemeente te vragen, hadden jullie nu iets eerder kunnen reageren? Mensen die dagelijks in de asbest werken, die dragen vanuit Arbo-voorschriften, dragen die beschermende kleding. Het hoeft niet zo te zijn dat als dat incidenteel gebeurt of gedurende een korte periode, dat dat ook zo is. Nou, lekker is dat. Dadelijk wordt er over 20 jaar een kind ziek en dan? Wie is er dan verantwoordelijk? De bewoners van de woonaken hebben wel een idee waarom de gemeente zo laks heeft opgetreden. Het is een verzekeringskwestie tussen de verzekeraar van het autobedrijf en de asbestsaneerder, de getroffen bewoners. Er zit hier achter nog een villa met schade. Ja, en daar heeft de gemeente op gewacht. Maar de gemeente heeft een zorgplicht voor zijn bewoners en hoort zijn bewoners niet aan asbest bloot te stellen. En als ze weten dat er nog steeds asbest vrijkomt, hebben ze toch een verantwoordelijkheid. En die hebben ze niet genomen. Ja, pittige kritiek dus op de gemeente van de bewoners. De gemeente is de hele dag in overleg geweest over hoe het nu verder moet. De uitkomst van dat overleg is op dit moment nog niet bekend. In Zoetermeer is een grote zoekactie gehouden naar Cilia Tiddens. De 76-jarige vrouw wordt vermist. Met een helikopter, honden en politieagenten werd de omgeving van recreatieplas Noord-A uitgekampt. De vrouw wordt sinds vrijdagavond vermist. Ze ging toen van huis en is sindsdien niet meer gezien. Cilia Tiddens heeft niks meegenomen, geen pasjes, geen medicijnen en ook geen warme kleding. De politie heeft haar signalement onder andere via Twitter verspreid. Er zijn dus heel veel mensen die inmiddels weten dat we naar haar op zoek zijn. En we roepen hen dan ook op, als er mensen zijn die haar gezien hebben of die weten waar zij verblijft, neem dan contact met ons op. En dat kan via het algemene nummer van de politie en dat is 0900 8844. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden omdat ze bejaarde en zieke mensen zou hebben bestolen. De vrouw glipte naar binnen in bejaardentehuizen, psychiatrische inrichtingen en ziekenhuizen en beroofde daar ouderen en patiënten van hun geld en andere kostbaarheden. De Haagse meldde zichzelf op het politiebureau. Haar 19-jarige zoon is ook opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de gestolen spullen te hebben doorverkocht. Straks in het TV West Nieuws. BN'ers geven kleding voor de recycling in Leiden. Als de economische crisis aanhoudt, gaat dat Den Haag jaarlijks bijna 100 miljoen euro kosten. Dat staat in een stresstest die een economisch onderzoeksbureau heeft gemaakt. Het bureau berekende wat er gebeurt als de rente hoog blijft, de crisis in de huizenmarkt voortduurt en de bezuinigingen van het kabinet doorgaan. Sinds vanmorgen kan de nieuwe extra rijstrook op de A12 tussen Gouda en Woerden worden gebruikt. Dit is 2 jaar eerder dan gepland. Met de extra rijstrook verdwijnt de laatste flessenhals op de A12 richting Utrecht. De strook moet 8 minuten tijdwinst opleveren in de ochtend- en avondspits. Door de extra rijstrook zijn er nu 4 rijstroken beschikbaar van Gouda naar Utrecht. Zelf je moedervlekken checken om eventuele huidkanker voor te zijn. Dat kan nu met een gratis app voor de mobiele telefoon. Ontwikkeld door dermatoloog Marcel Bekkenk uit Oegstgeest. Vanaf vandaag is het met de Huidmonitor-app mogelijk om verdachte plekken op de huid op te sporen of in de gaten te houden. 1 op de 6 mensen krijgt te maken met huidkanker. Het is dan ook geen overbodige luxe om de huid regelmatig goed te checken. En dat kan nu met deze smartphone-app. Het idee is dat mensen graag met een smartphone spelen. En dat je op die manier heel makkelijk mensen kan uitdagen om te zeggen, goh, kijk eens even naar het plekje. Zo hoop ik mensen te kunnen geruststellen voor een deel en een ander deel zeggen, kom op actie, je moet hier mee naar je huisarts. Met de app kun je heel makkelijk moedervlekken analyseren. Dus je ziet het openingsscherm waarbij je gelijk al uitgenodigd wordt om een moedervlek te fotograferen door heel eenvoudig hierop te klikken. Dan zie je dat je dat meteen op de camera ziet, waarmee je dus een foto kan maken. Nou, ik annuleer hem nu even. En hier zie je allemaal voorbeeld moedervlekken waarbij je heel makkelijk kan kijken, is dit wat?
lijkt hij hierop of lijkt hij misschien meer hierop? En dan zie je al aan het groen en het rood of, die je meer, of je je meer zorgen moet maken of minder. Ook is het mogelijk om met de app de ontwikkeling van een moedervlek in de gaten te houden, door elke paar maanden een foto te maken en op te slaan op de telefoon. Als er veel verandering is, is het zaak om er naar te laten kijken. Bent u nou niet bang dat u mensen geruststelt die wel degelijk een kwaadaardig iets hebben? Nou, natuurlijk ben ik daar bang voor. Dat hoop ik vooral niet dat dat gebeurt. Wat mensen ermee doen, dat is hun eigen beslissing. Het is niet een apparaat die op een gegeven moment zegt, piep, 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 je moet nu naar je dokter of een geruststellend deuntje en laat maar zitten. Dat staat er ook heel duidelijk. Vertrouw je het niet, altijd naar je dokter gaan. Wat vindt u van zo'n app? Heel belangrijk. Want het komt steeds vaker voor dat huidkanker toch een heel belangrijk item wordt. Als de huisarts er minder werk door heeft of minder snel mensen met elke wiswasje die kant op lopen, dat wel goed is en dat de mensen kan geruststellen. Eerst controle thuis en dan pas ben je ongerust, ga je naar de dermatoloog of naar de dokter. Een goed idee. Als ik thuis kom, ga ik hem gelijk downloaden op mijn mobiel. Absoluut. Ja, een tweede leven voor je kleding. Dat is het motto van de landelijke kledinginzamelmaand die vandaag van start is gegaan. Kleding kan worden geruild op het Centraal Station van Leiden. En daar stond de hele dag een mobiele winkel. En die werd gerund door Bibi. Inderdaad, bekend van O.O. Gerso. Maar liefst 135 miljoen kilo textiel verdwijnt elk jaar met het restafval in de verbrandingsoven. 65% daarvan is geschikt voor hergebruik. Het is heel grappig om dingen te zien die je zelf, waar je zelf in de winkel niet zo snel naartoe zou lopen. Omdat je al zo in je hoofd hebt wat je leuk vindt. En hier zie je hele andere dingen hangen. En denk je, nou, dat kan eigenlijk ook wel. Dan ga je toch eerder passen hier. Bibi staat klaar om iedereen te adviseren. Of rood, ook leuk. Ik vind het heel leuk met balletjes. Het is niet zuid, oké. Nee, dan doe je lekker rode lippenstift erbij op, rode nagellak, leuke pumps. Dan maak je het gewoon helemaal af. Dat zou ik wel. Dankjewel. Bibi, wat is er zo leuk aan dit jurkje? Nou, ik hou heel erg van stippen. En ja, ik vind het bij haar heel erg mooi staan. Omdat ik vind het gewoon leuk als je dan een leuke bloem erin bij in doet. Of het gewoon afmaakt met een mooie nagellak, mooie make-up. Nou, ik vind het heel leuk, de jurk. En passanten die mogen pakken wat ze willen als ze hun eigen kleding ervoor terughangen in de rekken. Okay. 1, 2. Wauw, die is hartstikke leuk. Ja, maar wel zomers. Huub Misee, onze weerman, komt er nog steeds veel kou deze kant op? Of wanneer wordt het eigenlijk terrassen weer? Nou, terrassenweer was het eigenlijk al vandaag, want er was af en toe zon, temperaturen van 13, 14 graden. En de kouden die vonden dat voldoende om aan het terras aan te schuiven. Ja, de komende dagen, nou, ik denk dat het dan toch weer wat minder zal worden, want eigenlijk gaan we dat vanavond en vannacht ook alweer min of meer merken. Ja, er zijn wel wat opklaringen, maar in de loop van de nacht ook weer wat bewolking. En later vannacht komt er vanuit het zuidwesten ook weer af en toe wat regen. Daarbij een zuidoosten, later wat meer zuidenwind, een zwakke tot matige wind. Wordt niet echt koud, dat niet. Minimaal rond de 8 à 9 graden. Morgen zal de temperatuur hoger worden, maar we hebben wel vrij veel bewolking. En vooral in de middag krijgen we perioden met regen, een aantal buien daarbij. En dan voor de rest een zwakke tot matige zuidwestenwind die wel wat warmere lucht aanvoert. Het wordt plaatselijk alweer 18 graden. Dankjewel Huub. Dit was het TV West Nieuws. Meer is te vinden op onze website omroepwest.nl en daar is ook de app van Omroep West te downloaden. Straks hier op TV West Tis Wat en ook TV West Sport met daarin onder andere hockey en een terugblik op het doelpuntenfestijn bij ADO Den Haag tegen de Graafschap. Het TV West Nieuws is er morgenochtend weer om 7 uur. Graag tot dan en een hele fijne avond.